Goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de A65 bij Berkel en Schot zijn vanmiddag twee mannen uit Sint-Michielsgestel van 19 en 21 jaar omgekomen. De auto waarin ze reden raakte van de weg en botste tegen een betonnen verkeerspaal. Het ongeluk gebeurde hier bij de afslag Tilburg-Noord. De jonge mannen waren op weg naar een vakantiebestemming toen de auto van de weg raakte en met de zijkant tegen een verkeerspaal aankwam. We zijn bezig met spooronderzoek. Dat is hier voor een groot gedeelte afgerond. We gaan natuurlijk de slachtoffers uit de auto halen en we gaan de auto hier wegtakelen voor onderzoek. De weg blijft hier nog geruime tijd afgezet. Mensen moesten de afrit nemen en de snelweg opnieuw op. De weg was aan het einde van de middag weer vrij. De politie is op zoek naar getuigen die deze aanrijding of dit ongeluk hebben zien gebeuren en ons kunnen helpen om te verklaren wat er gebeurd zou kunnen zijn. En is het niet voor ons onderzoek, dan is het misschien wel voor de nabestaanden die dat toch wel graag zouden willen weten.